publicatie van IFRS 17 voor de verzekeringsmarkt is best enorm te noemen. Zeker de partijen die het betreft, en dat zijn met name de grotere verzekeraars die dan wel beursgenoteerd zijn, dan wel waar leningen van genoteerd zijn. Daarvoor gaat het hele stelsel van resultaatverantwoording wijzigen. In tegenstelling tot Solvency II betreft het wel maar een deel van de markt. Maar het zijn dan wel met name de spelers die, de wat grotere spelers die ook veel meer impact hebben op de markt als geheel. De grootste uitdagingen voor verzekeraars in het kader van IFRS 17 liggen in het gegeven dat de totale wijze van verantwoording van resultaten gaat wijzigen. Het is nog maar de vraag hoe externe analisten daarop zullen gaan reageren. Het implementatietraject ziet er voor verzekeraars vrij complex uit. In zekere zin is het vergelijkbaar met Solvency II. Alleen wat ik al eerder heb benadrukt is dat de wijze van verantwoording van resultaat zal wijzigen. Het zal zo zijn dat verzekeraars zullen heel ver terug moeten in het verleden om te identificeren wanneer is deze verzekering verkocht. Omdat juist die assumpties die bij begindatum golden bij de verzekering, die zullen nou net bepalend zijn voor welk resultaat je in de toekomst zal verantwoorden. AAA kan hierbij assisteren. Wij hebben veel zicht op enerzijds wat doen verschillende verzekeraars, dus waar kiezen zij voor. We weten heel veel van de projectiemodellen die zij thans hanteren, maar ook wat voor wijzigingen er aan die modellen nodig zijn om op een compliant manier op IFRS 17 te kunnen rapporteren. En tenslotte beschikken we ook over allerlei schaduwmodellen om vrij snel inzichtelijk te maken wat is nu de impact van al deze verschillende keuzemogelijkheden op het eindresultaat. Tot ziens op 20 juni op het IFRS 17 seminar van IIR, waarbij naast AAA ook andere gerenommeerde spelers aanwezig zullen zijn.